Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe fanmailaflevering, aflevering 37. En ik heb eigenlijk de envelop geopend. Er zit namelijk ook een herstel iets in. Even kijken hoor. Ja, herstel. Herstellen aan geadresseerden. Dus iemand heeft er geld in gedaan. En ik zeg, als je munten opstuurt, dan kan het zijn dat er een scheur komt in de envelop. En dat is dus nu ook weer gebeurd. En ik heb een klein beetje gelezen onderaan de brief. Iemand had geld gestuurd en gelukkig was het niet een groot bedrag, maar geld sturen hoeft sowieso niet. Dus wel heel lief bedoeld, maar doe het voortaan niet, want het hoeft, is echt nergens voor nodig, het is wel echt super lief. Maar vooral niet in munten, dat is echt vreselijk via de post. En nou ja, goed. We gaan de brief voorlezen, het is heel leuk met Donald Duck, dus ik ben heel benieuwd. Disneycraft, beste Vincent, ik ben je grootste fan, ik wil mijn excuses aanbieden, want ik ging een keer schelden in de server. Jammer dit, maar ja, een brief is wel netjes. Nu mag ik nooit meer praten, daar baal ik van. Ik wil mijn excuus voor jou aanbieden, hierbij deze brief. En nu over leuke dingen, inderdaad. Ik kijk je YouTube kanaal en ik speel de server en ik vind het echt een super toffe server. Ga zo door. Je kan echt super goed ontwerpen en ik niet. Zou je een keer op YouTube willen zien, laten zien hoe je een mooie achtbaanstation maakt? De redstone hoeft dan niet, maar dat vogel ik zelf wel uit. Nou ja, je moet zeg maar... je voorstellen dat als je een layout maakt, dus dit is de layout zeg maar, dit is hogerop, heb je een blok. Nou, dat blok is dan je station, dat is een beetje eentonig, dus je zou er een leuke toren aan kunnen bouwen. En die zou je een beetje eruit kunnen laten steken, dat blok een beetje wordt vermengd met iets anders in het gebouw. Ik zou ook de hoogtes veranderen, dus dat je bijvoorbeeld een wat lager dakje hebt en een wat hoger dakje. Misschien dat je nog een klein gebouwtje eraan vastmaakt, ook die een beetje uitsteekt. En zo kan je eigenlijk je nogal vierkante gebouw een beetje apart aankleden. En ook de buitenkant, vooral met slabs gaan werken en zo. Het is een beetje hoe je het wilt, hoe je het wilt maken. Je moet wel een beetje je fantasie moet je gebruiken en je moet een beetje durven. Je moet gewoon denken van, zal ik dat blokje daar wel plaatsen? Wacht, ik plaats het gewoon en ik kijk hoe het eruit ziet. En als je gewoon een beetje vogelt, dan komt het goed. Maar denk erom, als je dus zoiets maakt... dit is het gebouw, maak er nog iets aan vast, wat uitsteekt bijvoorbeeld. Een leuke toren zo of zo, weet je wel? Het is best leuk. Ik kan nog een keer wat op YouTube gaan maken, misschien. Dit was mijn fanmail, groetjes Nevin. Ik zou graag een dag VIP willen zijn, hier is mijn Minecraft naam. Nou, een dag VIP kan eigenlijk niet meer, want we hebben het afgehaald door de nieuwe EULA. Heel gedoe. Maar ik zou zeggen, staat jouw Minecraft naam er wel in? Want ik kan jou... ja, zijn Minecraft namen staan erin. Edu is gek. Je krijgt van ons gewoon een maandje VIP. VIP Eula. Ik vind je brief echt heel leuk gedaan. En je hebt Donald echt heel leuk uitgeknipt en opgeplakt. En nou ja, goed. Ik hoop dat je er blij mee bent. Volgende keer gaan we weer een nieuwe fanmail doen. Doei doeg!